Ik sta hier aan de hoofdzetel van de Boerenbond in Brussel voor een reactie op de vraag van minister De Mier om de winst te delen met de landbouwsector. Ja, hallo. Goeiedag Boerenbond, dit is Iwijn Segers, reporter voor De Ideale Wereld. Ja, de Boerenbond zal het waarschijnlijk heel druk hebben met vergaderen, dus ik weet niet of dat we nu... Ja, hallo. Drankencentrale De Vits, ik ben hier met de levering. Drankie. Ik zal u even helpen, meneer. Oké. Ik zal nog deze doos... Hè, dan zal ik, kan ik zo mee naar binnen. Dag, meneer. Is dat een domper, jongen, 82? Dat zou kunnen. Breng hem al direct naar het salon dan. Langs daar? Nee, het andere salon. Van boven aan de marmeren trap. Oké, ja. Hallo meneer, is dit het salon? Wow. Oei, ik had niet gezien dat er een schaars geklede vrouw, ongetwijfeld een luxe prostituee, onder uw bureau zit. Pardon. Wat is dat hier allemaal, zeg? Hier binnen in de hoofdzetel van de Boerenbond hier. Beste bondsleden, nu onze boertjes verzuipen en de kosten, moeten wij solidair zijn. En ons verzuipen en de tequila! Excuseer, meneer met de gouden wandelstok. Is er hier eigenlijk één boer aanwezig? Van één? Hoe kan er een bio? Hij stikt de hoek. Ze is een kolenboer. Maar zeg, in verband met dat stikstofbeleid, hoe zit dat nu? Zeg, als nu de voorzitter en de secretaris genoemd er mij zusters vrijten. Wil je erin zetten? 800 miljoen euro. Hoe zwijst dat van de afgelopen jaren? Heb de voorzitter. Maar alleen, meneer, zou je de boeren niet beter wat helpen en dat geld in een fonds steken? Ah, doe ik niks anders dan geld in een fonds steken? Want mijn naam is fonds. Ik stik wat geld in mijn eigen zak. pas op. Alsjeblieft, jongens, gans mijn vest vol oesterkots. Ja, anders moet je gewoon verfrissen, mijn duksken dus binnen zwembad hier. Kijk, hup. Maar dat zwembad is gevuld met geld. Dat is juist, ja. Pak je gewoon jij van uw bontjas hier? Een boerenbontjas. Hè? Hier, daar kom ik. Ja, maar wacht een keer. Ik herken ik u van dat programma op Canvas daar. Zeg je niet van boerenbond? Button. Oké, nee. Het is goed. Rut. Ik ben hier al weg. Maar jongens, toch. Wat is dat? Dat zijn echt degoutante varkens. Degoutant gewoon.